Hoog bezoek vandaag bij basisschool De Hazensprong. Minister Dijsselbloem van Financiën kwam vandaag hoogpersoonlijk naar Nijmegen om te vertellen over zijn werk. Maar wat doet de minister nou op een basisschool in Nijmegen? Dat komt vanwege een leerling, Roos Verbrugge. Die heeft een brief gestuurd naar minister Dijsselbloem omdat hij graag wilde weten hoe het gaat met Prinsjesdag. En ze had wat vragen. En op die uitnodiging van Roos is minister Dijsselbloem ingegaan en hij is hierheen gekomen om er het een en ander over te vertellen. Beste Jeroen, wil jij een keer op mijn school iets komen vertellen over Prinsjesdag in de Tweede Kamer en hoe dat allemaal werkt? Ze hebben heel veel geleerd, want we hebben van tevoren een heel lesprogramma met de kinderen doorgenomen over financiën, over Prinsjesdag. Dus de kinderen waren helemaal voorbereid en konden ook hele goede vragen stellen daarom. Dus ik begon met vragen te stellen over hoe het gaat, hoe het werkt in Den Haag, over wat Prinsjesdag is, wat de koning doet op Prinsjesdag, wat de begroting is. Dus ze wisten eigenlijk heel veel, heel knap. Onder andere hoeveel geld er in de schatkist zit, of de minister zelf wel eens geld uit de schatkist haalt. Dat doet hij gelukkig niet. Ja, voor eigen gebruik, dat was de vraag inderdaad. Ja, het antwoord daarop is nee, dat mag niet. Of hij wel eens boos werd op zijn werk, of hij het wel leuk werk vond, hoe hij minister is geworden. En we vonden het heel leuk dat hij op alle vragen inging en overal antwoord op gaf en de kinderen hebben genoten. Wat ik het leukste vond om te doen en of ik al eens een baaldag had, ja, het antwoord daarop is ook ja. Nou ja, wij vinden het natuurlijk geweldig dat een minister op zo'n vraag ingaat. Dat maakt de politiek wel heel dichtbij en deze kinderen hebben iets geleerd over politiek vandaag.